Het is maandag 2 april. Nog 1 week en dan komen de verhuizers. Nog 1 week en dan komen de verhuizers. Tenminste, nog een dikke week. Maar deze week staat in het teken van verder spullen van de muur afhalen, dat soort dingen. En afscheid nemen van dit huis. Maar eigenlijk vooral van de mensen die wij hier die periode hebben ontmoet. En dat is natuurlijk best een dingetje. Maar weet je, het brengt ook wel wat moois. 4 april, donderdag. Kijk eens even, de Mirabel staat nu echt helemaal vol in bloei, dus dat is echt helemaal prachtig. Het regent weer voor de verandering. Ja, je kunt wel zeggen dat het constant is. Ze verwachten wel dat het 15 tot 18 graden gaat worden, maar heel de dag winderig en regen. Nou, daar zijn we klaar mee. Vandaag is de dag dat we hier van onze vrienden afscheid gaan nemen. Dus dat is ook weer zo'n dingetje. We hebben een thuiswedstrijd. Dus dat is gewoon heel fijn. Dus we gaan hier naar de plaatselijke hut. En dan gaan we lekker wat eten met z'n allen. En er zijn er een aantal die niet kunnen. Dus die zien we op andere dagen. Dus vanaf nu zijn we lekker druk met afscheid nemen. Ja, en dat is dan ook weer zo'n dingetje. Maar dat komt helemaal goed. En het idee, het is nu donderdag, ja, dat volgende week hier het huis vol staat met dozen, verhuizers die bezig zijn. En dan, als het allemaal mee zit, want dan heb je het weer, hè, emigreren naar een ander land, andere regels per land. Dus wij kunnen pas na de overdracht van het huis, dan moeten we wachten op het geld voor het huis, ook al zijn we al in februari naar de notaris geweest. En dan pas kunnen we weg en de sleutels geven. Dus dat is weer zo'n punt dat je afhankelijk bent van anderen. Dat is iets wat je moet weten met emigreren. Je bent gewoon enorm afhankelijk van anderen. Maar ja, prima. We hebben het ermee te doen. Ik ga nu even lekker een kopje koffie drinken. Ruud is net wakker. En dan gaan we vandaag even ons lijstje afwerken en vanmiddag doe ik zelf mijn haar in de krul. Ja. Nou, heel de dag regen. En kijk eens, nu schijnt de zon. We nemen afscheid, traditioneel, bij de vlamkoekenhutten. Hier zullen we een paar keer naartoe gaan. En kijk eens, we hebben voor de mensen, hebben wij dus uit Spanje een klein afscheidscadeautje meegenomen. Gerbas. Ruud is even de auto weer thuis brengen. En die komt dan lopend deze kant op. En we hebben eerst sectempvang. Ik zal het even laten zien. Vlamkoekenhutten. Dan gaan we eerst aan de sect en daarna gaan we een hapje eten. Ja, eerst afscheid. De hollewammen geworden zijn. Weil sonst ohne ihr alle, dann hätten wir das wahrscheinlich ganz anders erlebt. Ja. Da waren wir immer Ausländer gewesen, sind wir noch immer. Ja. Ja. Und wie Günther immer sagt, die fliegende Holländer auf die Tapete, glaube ich. Und deswegen, nach 16 Jahren Mählinge, fliegen wir jetzt weiter nach Südspanien. Ich wollte eigentlich sagen, an alle hier, vielen Dank für die letzten 16 Jahre. Zwar für uns war es sehr angenehm, hier zu wohnen, zu leben. Und wir feiern jetzt, dass wir abhauen, weggehen. Ist gut gekocht. Ja. Also. Komm noch ein Tutsche. Darf noch ein Tutsche kommen? Ja, Schatz. Es kommt noch ein Tutsche. Meine Assistentin sagt genau, was ich sagen muss. Ja. Es kommt noch ein Tutsche.
Een toetje. Ja, die zijn vegan, hè? Dat is een toetje. Letzte Mal, dass wir zurückgekommen sind aus Spanien, haben wir eine ganze Menge Flaschen mitgeschleppt. Meine Assistentin bringt jede Ehepaar jetzt eine Flasche. Das ist eine Der Getränk nennt sich Yerbas. Das ist ein Kräutergetränk. Yerbas. Ich möchte sagen, genießt davon mit Leben und mit jedem Schluck. Denk an uns. Und wir sind dann weiter. Zum Schluss war mein Chef, der hat mich damals. Goedemorgen. Nu hadden wij een feestje gisteravond en dat was echt, kijk even naar mijn man, super gezellig. Dus we waren ook best wel super laat thuis. Dus wij lagen vanmorgen iets langer op bed. Nee, dat niet. Wij lagen nog op bed. En in één keer komt er een motor voorbij. Ja, alias... Dat is mijn telefoon die overgaat. Ja. En toen werd er dus een pakketje bezorgd. Ja, nou, dat is niet van ons mensen. Nee, wij zijn echt aan het ontspullen. Maar de mensen werken gewoon niet mee. Gisteravond hadden wij dus ons eerste afscheidsfeestje. En we hadden expliciet in de uitnodiging gezegd: geen cadeaus, niks, nada, noppes. Ja, dat is een beetje anders gelopen. Dus ga even de camera omdraaien, ga ik het even laten zien. We gingen met 10 flessen weg. Yeah. We zijn er met 9 teruggekomen. Dus dat is niet gelukt. Ruud is moet gewoon alweer aan de koffie. Dus dat, veel te vroeg. Veel te vroeg. Dus dat. Nou, ik heb hier, kijk, hier een hele mooie doos. Daar zaten dan lieve kaarten in. Een hoedje. Ja, mensen, hoe kunnen we toch gaan ontspullen? Hoe kan het? Een hoedje voorbij het zwembad. Prachtig. Een tas met daarin plantjes. En die staan daar buiten, dus die gaan mee. Een vetplant en de magieplant. Nou, ik ben heel benieuwd. Daar zit ook een heel leuk verhaal achter. Dus die, we gaan maar proberen of die in de grond gaat. Wij vrezen het. Maar ja, als iemand het weet, hoe we dat dan het beste kunnen doen, laat maar even weten. Maar het mooiste cadeau is toch wel dit. We hadden dus echt zo leuk gemaakt. Ik ga het heel even laten zien. Dat moet dan ook, gaat dan ook open. Oh, daar gaat de vogel. Sorry, vogel. En mijn vogel, ja. Even laten zien. Kijk, daar zit dus... Misschien die jij het even kan open doen. Dat is het schoonmaakluik, zeg maar. Het schoonmaakluik. Maar dat is al bewoond. Ja, het is al bewoond. Maar dit... Dat ei is groter dan het vogel. Ja, geweldig. Dit vogelhuis is dus gemaakt van resthout die wij dus bij ons in de carport hadden gezet. Zo veel mensen, jullie er wat mee kunnen, dan ga gerust je gang. Dus de buurman die had een of andere vogel in de tuin, dus die ging een vogelhuisje maken. Dus ik zeg, nou, dat is leuk. Maar ja, niet wetende van dat zijn vrouw gezegd, en jij gaat voor de familie Dao, ga jij ook een vogelhuis maken. Ja. Ja, nou. En toen zei jij, in Spanje zitten geen vogeltjes. Nee. Nou, dat hadden wij gehoord, dat bij ons zitten er geen vogeltjes, alleen maar de hop. De hop, en die hebben stinknesten. Nou, anyway. Ja, die hebben stinknesten, de hop. Nou, superleuk. We zijn verwend, mensen. Het is... Het is dus vrijdag voor de verhuizen volgende week. Het is een uitdragerij.
Ja, dat is het hier. Een hele grote uitdragerij. Maar wat was het gezellig gisteren? Ja, het was heel gezellig. Ja, het was heel gezellig. Ja. Afscheid. Ja. Het is toch anders, hè, dat je na 16 jaar van zo'n groepje afscheid neemt. Maar het waren wel allemaal mensen, en dat heb ik gisteren ook gezegd in mijn speech. Ja. Dit waren wel allemaal mensen die ervoor gezorgd hebben dat wij ons 16 jaar lang echt wel thuis hebben gevoeld in Duitsland. Ja, dus, ja. Klopt. Ja. Ja, klopt. Ja, ja. Dat is wel goed. Ik ben blij dat er niet al te veel gefilmd is, want Brigitte was weer de emo-kikker. Maar, er had toch iemand, wat hadden ze gefilmd? Ja, 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 er is wel wat gefilmd. Ik zal wel wat erin plakken. En nu gaan we maar even aan de koffie. En hier zo, kijk hier, precies hier zo, zo de foto van de taart die we hebben gekregen. Ja, mooi. Ja, die was wel heel, heel mooi. Ja, ja, nou. Koffie. 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 Nou, dat was even sleutelen, zwaar tillen. Zo'n tiekhouten tafel, dat weegt wat, hè? 2,5 bij 1 meter. En we voelen ons meteen weer helemaal thuis, want kijk, we zijn aan het kamperen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Het is vrijdag, mensen. Woensdag komen de verhuizers en wij dachten van, je kunt maar beter klaar zijn. Kijk, we hebben sfeervolle verlichting in huis. Daar ligt het resultaat van die noeste arbeid. Het huis begint al aardig leeg te raken. En kijk eens wat een enorme zooi je dan eigenlijk hebt. Maar een paar dagen in de rotzooi is het wel waard om naar Spanje te vertrekken. Goedemorgen. Het is zaterdag. En ik ga jullie even laten zien wat ik weggegeven heb. Even de camera omdraaien. Kijk. Wij hebben hier. Die heb ik ooit in een ver verleden heb ik die gekocht in Zeeuws-Vlaanderen. De parkeermeter. En die heeft hier altijd gestaan met een knikker in. En het was altijd heel leuk om mensen te zien die dan, huh, wat staat daar nou? En we hebben hem dus gegeven aan deze jongeman. Dat is de zoon van onze buren. En ja, hij heeft de kopers met ons in contact gebracht. Dus ja, we wilden hem eerst meenemen, maar hij was een beetje gek op deze parkeermeter. Ik zei, nou weet je wat, dan krijg jij die. Maar dan moet je er wel wat voor doen. Nou, dat gaan we nu even proberen. Zo, en dan heb je altijd nog WD-40. En dan gelukt het. Herzlich Glückwunsch mit deiner Parkuhr. Onze laatste zaterdag op ons terras. We hebben even een alternatief terras ingericht. Volgens mij zelfs, als het goed is, onze laatste zaterdag in... Alhoewel, we zijn onze laatste zaterdag in Duitsland. Het kan zijn dat we komende zaterdag ook nog een klein beetje Duitsland zijn. Ja. Dit zijn van die dagen zo van alles de laatste keer. We hebben al voor de laatste keer gegrild, want hij is nu schoon. Mooi, hè? Ja, hij glimt, joh. Ja, ja. Ja. Tip van Stef. Ja. Het zwarte deel van de barbecue maak je schoon met WD-40. Ja. Als nieuw. Dankjewel, Stef. Ongelooflijk, ja, ongelooflijk. Vandaag was het heel warm. De laatste keer een lege fles. Nee, dat is niet waar. barbecue schoongemaakt, ovens, het oven. Ja, de oven is ook schoongemaakt. De open haard is schoongemaakt. We zijn klaar, hè? Maar ja. Wij zijn, ik denk helemaal klaar voor de verhuizing. We moeten nog, wat was het? De auto of auto's waar we mee gaan reizen. Ja. Moeten we nog gaan laden. Maar dat doen we pas op dinsdag, want woensdag komen de verhuizen. Ja, precies. En dan dinsdag dan... Dan gaat de wasmachine, die wordt klaargemaakt. Oh ja, dan moet ik die zekering. Ja, ja, de wasmachine, het koffiezetapparaat pakken we in. Want het moet natuurlijk schoongemaakt worden, moet drogen. Dat soort dingen. En dan inderdaad de auto's inladen. En dat, nou, dat gaan we. Wanneer gaan we dat beslissen? Wat? Van de auto's. Wat beslissen? Nou ja, gaan we met 1 of 2? Nou ja, kijk, als er nog eentje wordt verkocht die laatste paar dagen, dan gaan we met 1. Ja. Wordt die niet verkocht, gaan we met 2. Ja, zo gaan we doen. Dus dan, beide hebben voor- en nadelen. En laten we het daarop houden. Ja. Ik zie de voordelen wel van het busken meenemen, hoor. Ja. Aan de andere kant,
Ja, kan ook zonder. Ja. We gaan het beleven. Ja. Jij gaat vanavond vroeg naar bed, heb ik begrepen, want morgen is Formule 1. Ja, ik moet morgenochtend sporten. Ja. Ja. 7 uur al begint mijn wedstrijd. Ja. Ja. Krijg je als je aan de andere kant van de wereld moet rijden? Ja, ik moedig je toe. Ja, met leuk keels gesnurk. Kut.